letting nobody push me around no more. About time we had some action. That's right, bitches, I'm back. Goedendag allemaal en welkom bij een nieuwe videorecensie op TotalGamer.nl. Vandaag gaan we het hebben over Saints Row the Third. Saints Row the Third zet de speler direct aan het begin van de game al aan de top. Met alle voordelen die horen bij het zijn van een baas van een hoogstaande criminele organisatie. De game speelt zich net als de vorige delen af in Stillwater. De Third Street Saints zijn niet langer een bende, maar een echte merknaam met onder andere Saints schoenen en Saints Energy Drink. De status die de Saints hebben verworven in Stillwater wordt opgemerkt door het legendarische criminele broederschap, de Syndicate. Wanneer de Saints weigeren zich te onderwerpen aan de Syndicate, moet de speler de strijd aangaan met deze machtige organisatie. Dat gebeurt in een geheel nieuwe stad. Net als zijn voorgangers is Saints Row the Third een actiegame waarin spelers vrij door een stad kunnen bewegen. De gameserie wordt doorgaans vergeleken met Grand Theft Auto, maar heeft een meer komische insteek. Spelers kunnen zo skydive, een Mexicaanse worstelbende bombarderen via een satellietgeleide luchtaanval en de strijd aangaan met militairen met een groot zwabberend seksspeeltje. De derde Saints Row heeft ook een co-op modus voor twee spelers. Op elk moment kan de tweede speler instappen om mee te helpen in de vele missies of om simpelweg samen Stillwater onveilig te maken. De tweede speler kan ook elk moment weer uit de game gaan zonder dat de eerste daar hinder van ondervindt. Guy can take care of himself. We gotta deal with these guys. Attention passengers, this is your new captain speaking. Our updated flight plan has us landed in Stillwater. Ook zoals in de vorige delen kun jij je character volledig vormgeven. Dat gebeurt in het Initiation Station, dat overigens voor de release van de game al beschikbaar was ter download. Bij het tweaken van je uiterlijk van je personage wordt direct duidelijk wat uitgever THQ al voor je in petto heeft. Alles is heerlijk over de top. Naast de gebruikelijke opties kun je je zelfs aangeven hoe groot de bobbel in je broek moet worden om duidelijk te maken hoe stoer je wel niet bent. The fuck is this? We paid up this month. Someone paid more. Niet lang na het beginnen van de game verlies je al je macht en moet je dus beginnen met een schone lei. Dit ga je doen in een nieuwe stad, zonder hulp, met vijandige bendes overal om je heen en de Syndicate op je hielen. Zo is je missie om de nieuwe stad genaamd Steelport aan je voeten te krijgen door het territorium van de vijandige bendes onder controle te krijgen. Rond het verhaal ontspint zich een structuur van missies met de daaromheen van de serie bekende vrijheid. Ontwikkelaar Volition Games speelt het daarbij slim omdat de studio de eerste missies gebruikt om de opties te introduceren die daarbuiten kunnen worden uitgevoerd. Bovendien krijg je via de quest in het spel langzamerhand wat volgelingen, zodat je de missies die gaan volgen niet in je eentje hoeft te volbrengen. Zo ga je gezamenlijk de strijd aan met de Syndicate en alle andere bendes in Steelport. Zo zijn er ook nog vele verschillende soorten sidequests. Je hebt onder andere racen, waarbij je bij Mayhem het de bedoeling is om zoveel mogelijk schade te veroorzaken. En bij Tiger Escort moet je zo snel mogelijk racen, zonder al te veel schade op te lopen. Von Volk from the supreme mind of super genius mankind, Professor Genki! Maar een van de meest hilarische sidequests is de challenge die je krijgt van Professor Genki. Daarbij word je in een arena gegooid met daarin tientallen gewapende tegenstanders en dan moet jij te zien overleven. Een super ballistic manapot! Powerfully incapacitating octopus gun! Zoals we al allemaal hadden verwacht, is Saints Row the Third een fantastisch leuke game geworden. Natuurlijk gaan mensen hem constant vergelijken met Grand Theft Auto, maar dat is totaal onterecht gezien dit echt een hele eigen game is, met absurde humor, met toffe sidequests, het idee dat je samen kan spelen is super en werkt perfect, het ziet er nog leuk uit ook.
Dus wat let je? Ga Saints Row the Third halen. Word de big pimp van Stillwater. En zorg voor al die volgelingen. Peace out.